Danny, goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom hier in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd is vanwege de laatste nieuwe single Mijn Kind. Ja, klopt. Een mooie single voor hem, of toch, ik denk een single met een soort boodschap erin, denk ik, of niet? Ja, dat klopt wel. Ik heb de single uitgebracht eigenlijk speciaal voor mijn kinderen. Ik wilde een nummer opnemen. Yeah. Speciaal voor de kinderen. Dus ik had Ali Bakker gebeld. En zo is het liedje eigenlijk een beetje tot stand gekomen. Ja. Wat jij, hoeveel kinderen heb je nu, hè? Vraag maar. Ik heb er 6. Er zijn er al wel wat, hè? Ja, dat zijn bijna een elftal bij elkaar. Nee, we hebben veel kinderen, maar ik vind het ook echt super, super leuk, hoor. Ja. Danny, naast het druk leven, hè, want je hebt ook een autobedrijf, als het goed is. Kun je dat allemaal zo combineren dan? Een druk gezin, een druk bedrijf en het zingen? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, Wil, het is gigantisch druk op de zaak ook. Want ik ben gewoon echt 6 dagen in de week aan het werk, van 's ochtends tot 's avonds. En dan de muziek erbij. Door de corona is het nu wel wat rustig in de muziek natuurlijk. Maar ik moet zeggen, in de goede tijd qua muziek is het wel echt heel hectisch. Ja, wat ik zag ook dan langs dat je ook nog een hele grote flinke verbouwing aan het doen was, hè? Ja, klopt. We hebben een grote verbouwing op de zaak gehad, want ik heb het pand een paar maanden terug gekocht. Dus toen heb ik eigenlijk alles opgeklapt van onder tot boven, buiten, binnen, dus ja. Ja. En hoe gaan de zaken nu? Ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben het echt een paar maanden heel slecht gehad. Maar deze afgelopen 2 maanden is het zo gigantisch druk. Dat heb ik echt in geen tijden gehad zo. Zoals deze week ook, het is echt, echt gigantisch druk. Ja, het is je gegund van harte. Dankjewel. Ja. Dit nummer geschreven door Ali Bakker. Hoe is dat contact met Ali Bakker tot stand gekomen? Ja, ik ken Ali ook al een tijdje. Zij heeft in het verleden ook al een keer een nummer geschreven voor mij. Jij hoeft niks meer te zeggen. Dat is een liedje die uit mijn hoofd 2016, 2017 uit is gekomen. Yeah. En ik ken haar natuurlijk van haar muziek, van de liedjes die zij heeft gemaakt, van onder andere Willem Bart, et cetera. Ik hou gewoon heel erg van dat soort muziekstijl. De teksten vind ik heel mooi. Dus ik heb haar toen benaderd en zij wilde heel graag ook met mij samenwerken. Ze vond het heel mooi en inmiddels liggen er alweer een paar liedjes klaar. Ja, maar dit draait dus juist nog, je hoeft mij niets te zeggen, weet je dat wanneer die uit was? Uit mijn hoofd 2016, 2017 en dat is eigenlijk het eerste liedje wat ik door Ali heb laten schrijven. Ja. Dus ik vind het zelf persoonlijk ook eigenlijk een van de mooiste liedjes die ik heb uitgebracht. Ja, dan zie je in een begeleidend persbericht, dan lees je op een gegeven moment dat het accordeon geluid was een beetje, gelinkt aan Radame. Maar ja. Waarom? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zelf kan dat niet zo heel erg plaatsen. Mensen hebben wel eigenlijk al heel vaak tegen mij gezegd dat ze een beetje mijn stem op gat vinden lijken van vroeger. En ik zit natuurlijk in dezelfde studio als gehad. Dus misschien dat de mensen daaruit een beetje halen dat het een beetje zelfde soundachtig is. Maar we willen echt iets eigens gaan creëren, zeg maar. Ja. En dan lees ik, naast de dingen, heeft Ali ook een lied voor jouw vrouw en jouw moeder? Ja, klopt. Mijn moeder die is in 2011 overleden. Ik was toen zelf heel jong. En ik heb een lied speciaal voor haar laten schrijven, ook de Ali. En een lied voor mijn vrouw. Maar die komen eigenlijk allemaal op het album terecht. 30 juni komt er een album uit met 12 compleet nieuwe nummers. Waaronder Ali er ook 5 heeft geschreven. En de album wordt wel echt een beetje echt een levensliedalbum. Waar ik ook mijn gevoel in kwijt kan. De teksten die gaan vaak gewoon echt over het leven. Dus ik denk dat heel veel mensen er eigenlijk ook wel een beetje in de liedjes kunnen inleven. Zeg. Ja. Maar dat vind ik altijd wel belangrijk. Jij bent, wat je zelf al zegt, jij bent een zanger. Voor jou is het belangrijk dat je het gevoel in jouw liedjes kunt leggen. Ja, vind ik wel. Ik zeg het heel eerlijk. Ik zing liefst het soort nummers zoals wat ik nu uit heb gebracht aan mijn kind. Jij hebt niks meer te zeggen. Een beetje dat stijl, dat
dat vind ik gewoon eigenlijk voor mijn eigen het mooiste om te zingen. Dat past ook het beste bij mij, vind ik persoonlijk. Alleen ja, het is natuurlijk, als je op een feest zingt, ja, dan kun je niet allemaal dat, dat soort nummers gaan doen. Dan houden mensen gewoon van feest en willen ze lekker losgaan. Ja. Dus ja, er gaan ook wel wat tempo nummers komen er natuurlijk op het album. Ja. Ja. Dus het album dat gaat in juni, ongeveer juni, juli gaat dat verschijnen. Op zich is dat ook, op zich ook heel erg begeerenswaardig, want er zijn niet veel artiesten die nog een album uitbrengen. Nee, klopt. Maar ik heb eerlijk gezegd nog nooit een album uitgebracht. En het is toch iets wat bij mij echt op de bucketlijst stond, om maar zo te zeggen. Ik wilde heel graag altijd een album. En ik heb gewoon met Manfred heel goed contact. Ik vind het persoonlijk een van de beste producers die er is. We hebben gewoon een hele goede klik. Dus ik ben met Manfred om de tafel gaan zitten. En ik zeg, ik wil echt graag een album. En zo zijn wij toch aan het opnemen gegaan. En ja, wat je zegt klopt, er komen niet heel veel albums meer uit. Maar ik wilde er sowieso gewoon een keer een uit hebben gebracht. En vandaar dat ik gewoon die keuze heb gemaakt om toch een album uit gaan brengen. Ja. Dan over deze single, Mijn Kind. Ik neem aan, tenminste, ik zat zo maar in, dat je daar veel reacties op hebt gehad. Want het is misschien een tekst die heel veel mensen aanspreekt. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Wil, ik heb daar echt heel veel reacties op gehad. Heel veel positieve reacties, want net wat je zegt, mensen kunnen er eigenlijk ook inleveren in het liedje. En dat is eigenlijk ook mijn insteek gewoon in de muziek. Ik wil dat mensen de gevoel in de liedjes die ik maak kwijt kunnen. En dat ze hun eigen verhaal of hun eigen levensgebeurtenissen ook de gevoel erin kunnen leggen. En dat vind ik gewoon het mooiste van de muziek. Dat mensen kracht en dingen uithalen uit de muziek. En dat vind ik gewoon heel mooi. Ja. Ja. En uiteraard doe je dat zelf ook. Ja, zeker, zeker. Ik vind gewoon, ik breng een liedje uit en dat, dan moet ik helemaal achter staan. En dan is het ook echt en dan is het ook gemeente. Dat vind ik gewoon belangrijk, ja. Ja. En hoe is dan bijvoorbeeld de reactie van jouw vrouw op als je dit ding maar uitbrengt over een kind van jou? Nou, mijn vrouw die is sowieso apengros, om dat zo te zeggen. Zij vindt het persoonlijk, Mijn Kind, een van de mooiste liedjes die ik gezongen heb. Dat heeft ze toen, gezegd, ik vind het eigenlijk het mooiste liedje wat je gemaakt hebt. Ja. En dat is natuurlijk ook omdat het natuurlijk over de kinderen gaat. En dat is gewoon mooi als je dat kan doen. Ja. Ja. We gaan de single draaien. Danny, op de eerste plaats heel erg bedankt dat je vanmorgen live hier bij ons in de uitzending was. Ja, jij ook heel bedankt voor de leuke interview. En ik wens jou nog heel veel succes met de zaak. En ook, ik wens jou alvast een heel fijn weekend ook met het gezin. En ik zou zeggen, ja. kom ik zelf de single aan. Ja, dankjewel. Nou, ik wil in ieder geval, mijn boodschap is voor alle mensen, blijf gezond in deze coronatijd. Ik hoop dat jullie kracht uithalen uit de liedjes die ik maak hier bij mijn nieuwe single, Mijn Kind. Hey, fijn weekend nog. Groetjes, tot de volgende keer. Hoi, hè. Dankjewel, Wil. Hoi.